We weten allemaal dat het Academisch Ziekenhuis ons één groot ziekenhuis is met alle specialismen. Dus dat is een hele bijzondere taak voor het Academisch Ziekenhuis. We weten dus ook dat het Academisch Ziekenhuis ruim 50 jaar, 60 jaar oud is. En we zijn hoog nodig toe aan een rehabilitatie. Rehabilitatie van het beddenhuis gaat ongeveer een jaar duren. We doen ons uiterste best om eerder op te leveren, omdat wij dus nu gezien hebben wat wij anders moeten doen met de overige etages die we dus nog moeten renoveren. Gelukkig hebben we recent het Militair Hospitaal ook erbij gekregen, dus we zullen ook een andere etage vrijmaken en patiënten daar onderbrengen, zodat wij dus nu aan de aannemer twee etages kunnen geven, zodat ze sneller de rehabilitatie kunnen uitvoeren. Het project hebben we opgedeeld in twee delen, een noord en een zuid. We zullen werken per zuil. Dus eerst de vijfde, omdat de vijfde etage onze wisseletage is. Dan gaan we naar de vierde etage. Dan verplaatsen we de patiënten van de vierde etage naar de vijfde etage. Dan wordt de vierde etage gerenoveerd. Dan gaan de patiënten terug. En zo zullen we steeds gaan. Totdat we dus op de eerste etage zijn beland. En dan steken we dus weer over naar het noordelijk deel. Waar we beginnen met de vierde etage weer. Dezelfde procedure. En wanneer de vierde tot en met de eerste etage, zowel het noordelijk deel als het zuidelijk deel, helemaal gerenoveerd is, keurig in een nieuw jasje gestoken. Dan komen we terug op deze vijfde etage om het dan definitief af te ronden. Dus dit is geen definitief vijfde etage. Het is een voorfase van wat het zal moeten zijn. Mag ik ieder vandaag van harte welkom heten op deze bijzondere dag. We hebben reikhalzend uitgekeken naar dit moment. En eindelijk kunnen we na een lang voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen dit moment koesteren. Ik moet zeggen, velen realiseren zich dat het inderdaad zo snel zou gaan. En ik moet zeggen, we hebben dus 3 maanden ervoor uitgetrokken. Het had eerder gekund. Er waren heel veel externe factoren, zoals het importeren van dus de materialen en ga zo maar door. Die hebben dus voor wat stagnatie gezorgd. Desalniettemin moet ik zeggen dat wat de aannemer geleverd heeft en de onderaannemers erbij, dus en de lokale onderaannemers, is top. Veel mensen zullen bekend zijn dat een verbouwing misschien wat moeilijker is zelfs dan nieuwbouw. Ook hier hebben we daar wat last van gekregen. We hebben wat sloopwerk moeten uitvoeren. En dan merk je bij het verwijderen van wanden dat er ineens afvoerleidingen in zitten die nergens op tekeningen voorkomen. Dat er asbestbuizen tevoorschijn komen, dat er dubbele vloeren zijn, tegels op tegelvloeren gelegd. Gaten in vloeren en gaten in het dak waarbij er lekkages ontstaan en waarvan niemand weet waar die gaten in principe vandaan komen. Als je zegt dat het moeilijk is, directievoerder, om te renoveren in plaats van nieuwbouw. En ik zat daar en zei van, hoe moeilijker zal het zijn om een hospitaal te renoveren terwijl alles in het hospitaal door moet gaan. Dus dat zijn de zaken die wij moeten bijhouden. Ja, u weet, we gaan allemaal op klagen, maar laten we even nadenken van binnen recordtijd wordt dit opgeleverd.
onder de moeilijkste omstandigheden en voldoen aan de kwaliteit en vereisten die nodig zijn om tot een topziekenhuis te komen. Dus dat zijn de zaken, de positieve zaken waarop wij ons moeten focussen in ons land. We gaan verder met onze operatieunit en ook onze ICU-afdeling. Hier hebben we feitelijk onze enige high-intensive care in het land. Op het terrein met academici, zoals u begrijpt, ook daar moeten wij hiermee voor zorg dragen dat wij dus ook de nodige zorgomgeving veranderen. Dus voor ons is van belang dat u als samenleving begrijpt dat er heel veel projecten op stapel zijn. Het is niet gewoon praten over de projecten, maar de projecten die zijn in uitvoering. En dat ze allemaal nog een jaar tot anderhalf jaar in beslag nemen. Ik kan u zeggen, er wordt gewerkt. Het zou me te ver voeren als ik alle projecten moet listen. ACP is moving forward and move to move lives forward. Ik kan u zeggen, het is heel tof om in moeilijke situaties met cijfers te werken. Maar als je met mensenlevens moet werken, denk ik dat er niets anders moeilijker kan zijn. Dus mijn enorme waardering aan u allen, dat ondanks de moeilijke situatie die we hebben gehad, u steeds vooruit bent gegaan om zaken naar behoren te doen. Wij als regering geven u de tools, gaat u er goed mee om. Laat AZP weer die plek krijgen die u en de gemeenschap van verwacht. Zodat de medewerkers in een prettige omgeving kunnen werken, maar ook de patiënten in een prettige omgeving kunnen genezen. Ik dank u allen. Aan de patiënten en de bezoekers wil ik vragen om alle instructies op te volgen. Er zijn diverse borden op het terrein. Aan de andere kant zijn er ook voldoende instructies. Volgt u de instructies op van onze beveiligingsdienst en ook van de verpleegkundigen. En als er iets dat u wil weten, stel de vragen gewoon. Vraagt u ze en ze gaan u geven met op een correcte manier ook antwoord geven. Zodat u ook weet waar u aan toe bent, hoe lang het zal duren, wat de momenten zijn. Met name als het gaat om geluidsoverlast, dat zijn verschillende momenten per dag. Nou, men gaat u informeren. Het zal dus nu een half uur duren dat u geeft met geluid zal horen. Daarna stopt het weer. Maar het is hier met gewoon vragen en wij zorgen ervoor dat we u de nodige informatie geven. Collega, ik wil dat u heel hard werkt, directeur en uw team. En vanuit financiën wil ik zeggen, mijn felicitaties aan u allen. Ja, en ook alle ondersteuning die nodig is om dit ziekenhuis en andere centra van ons tot grotere hoogtes te brengen. Dank u wel. Tot slot, AZP'ers, ik heb u gezegd, ik heb u beloofd. En het is de uitvoering. Change is coming. En we gaan er met z'n allen voor. Ik feliciteer u allen met deze bijzondere mijlpaal. Minister Elias, minister Hoefdraven, dank u voor de volle ondersteuning. Nogmaals, grand tangi, grand tangi.